Wij willen graag in Walgooi blijven wonen, omdat we het heel erg van ons dorp houden. En omdat we eigenlijk ons hele leven daar willen blijven. En op dit moment is daar geen ruimte voor, want er zijn geen huizen beschikbaar. Een aantal jongeren dat al hun hele leven in Walgooi woont, zou er graag blijven. Maar één probleem? Er is een huizentekort. Voor onder andere deze jongeren worden er de komende jaren woningen bijgebouwd. De jongeren zijn op zoek gegaan naar waar is een locatie. Er zijn er meerdere. En dit had hun voorkeur, deze locatie. Dus dat betekent dat in eerste instantie zouden er 25 woningen komen. Toen werd het een hele tijd stil. Gaf de gemeente helemaal geen reactie meer. En toen kwam er ineens, werd het stuk wat bebouwd werd nog groter. Namelijk de hele kavel. En dan komen er 32 woningen. En dat vinden omwonenden te veel. In november vorig jaar zijn buurtbewoners akkoord gegaan met 25 woningen. Wethouder Gerrits had beloofd dat die huizen in eigen beheer zouden blijven. Nu blijkt dat Gerrits een deal heeft gesloten met een projectontwikkelaar en er in plaats van 25 dus 32 woningen bijkomen. Buurtbewoners zijn daarom boos. Nu is dat plan voor de jongeren onderdeel geworden van een mega grote uitbreiding van wel 32 woningen. En dat is niet goed voor de leefbaarheid. Dat druist in tegen het beleid van de gemeente zelf. Het druist in tegen het beleid zoals we dat in Walgooi geformuleerd hebben. Namelijk kleinschalig, naar behoefte en gefaseerd. Dus dat betekent dat er woningen gebouwd kunnen worden. Nu een aantal, over een x-aantal jaren weer een aantal. Zodat de mensen die behoefte daar, die hier wonen en behoefte hebben aan een andere woning. Dat wordt nou niet ingevuld met dit plan. Omdat hier in één keer te veel woningen worden gebouwd voor de schaal van het dorp. Het is maar een klein dorp en het dorpse karakter, het behoud daarvan is belangrijk. Volgens de omwonenden zou het ook ten koste gaan van de sociale cohesie. Als je een geleidelijke instroom hebt, dan worden die mensen opgenomen in de samenleving of in de straat, in de gemeenschap en gaan ze meedoen en raken ze bij betrokken. Als je een hele grote uitbreiding hebt zoals dit, dan is dat, ja, dan kan het dorp dat niet meer aan. Maar de jongeren zien dit anders. Wij denken hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En dat voor Walgooi, voor het verenigingsleven, het heel belangrijk is dat er zoveel mogelijk mensen in Walgooi komen wonen. Kijk, het gaat hier niet om 100, 200 huizen, maar om 7 huizen meer. En daarnaast, zeg maar, als je 32 huizen hebt in totaal, laten we zeggen dat er gemiddeld 3 mensen per huis woont, dan spreek je over ongeveer 100 man extra. Dat is denk ik nog wel te overzien. Als je kijkt naar Dioza, de voetbalclub, carnaval, de kermis. Overal heb je mensen nodig, overal kunnen we leden gebruiken. En dit kan ook echt een boost zijn voor het dorp. Het hele dorp is afhankelijk van een wiegje of een overrasseld graven, dat we helemaal geen winkels of iets hebben. Geeft ook niet. Maar daarom is het goed als Walgooi een boost zou krijgen met wat extra inwoners. Ik denk dat iedereen er alleen maar blij mee moet zijn.